Goedenavond, van harte welkom bij deze eerste uitzending van Greenity Talks. Ik ben Monique Ooms, gespreksleider namens Greenity. Bij mij aan tafel vanavond zitten Henk Westerhof, voorzitter van Antos. Jaap Bond, voorzitter KNVB. Jeroen van het Kaart, directeur van IGH. Leo van Leeuwen, directeur CNB. En Fouke Gardenier, directeur van Hobaho. We praten vanavond over de impact van corona. What else, zou ik bijna zeggen. De impact op het bollenvak natuurlijk. Wat jullie hebben gedaan in de afgelopen periode voor de achterban daarin. Hoe jullie met elkaar samenwerken. En wat er na corona mogelijk gaat veranderen. Wat we anders gaan doen in dit vak. Er is ook een oproep gedaan, hè, naar de sector van ga niet meteen die briefjes verscheuren, ja. En probeer hou elkaar goed vast in deze tijd. Hoe is dat afgelopen? Ja, prima. We hebben ook geen briefjes. Er zijn misschien wel briefjes verscheurd van had ik ze maar nooit geschreven. Maar ze zijn wel in stand gebleven. Ja? Ja. Oké, mensen hebben niet allemaal de stekker eruit getrokken, nee, of zo? Nee. Dat was eigenlijk een beetje de rode draad, ja. In de onderbouwing daarvan, dat steunfonds. Want uiteindelijk lukte het ook om uitzonderingen te krijgen voor de arbeidstijdenwet en de rijtijdenwet. Het lukte ons om bij de grenzen die zogenaamde green lanes open te krijgen voor versproducten, ook voor ons van belang. Ja, en toen kwam de klapper, dat was toch wel een steunfonds van 600 miljoen euro, ja, voor onze sector, waarbij wij de enige sector waren naast cultuur. Die een extra regeling voor elkaar kregen. En dat had alles te maken met het feit ook dat deze sector anders is dan de rest. Ja, we hebben natuurlijk bij CME de afgelopen jaren wat ervaring opgedaan met mededingingswetgeving. Zeker. En hoe complex dat is. En ik heb wel eens, en toen Jaap ook aangaf, van, nou, er is natuurlijk wel een mogelijkheid dat iets mag. Toen heb ik tegen Jaap gezegd, lach het maar aan de regels, Jaap. Ja, precies. Dan konden we het oplossen, dat we die kwekers moeten afremmen omdat de regels dat doen. Maar dat is wat Henk zegt. Je ziet gewoon dat het samen iets doen, ja, is gewoon heel moeilijk. Want je moet een stukje van je eigen belang opzij zetten en een opportunity mogelijk laten gaan. Mm-hmm. Ja. Nou, we hebben eerder een virusgat in ons vak, waardoor er een gedwongen krimp was. Toen hebben we ook gezien dat het een aantal jaren goed was. Nu zijn de arealen weer op peil en je ziet eigenlijk direct dat eigenlijk de noodrem, dat er weer aan de noodrem getrokken wordt door de export. Want zoals Henk terecht zegt, ja, dit speelt eigenlijk alweer twee seizoenen. Maar ik vind het woord crisis, moeten we een beetje mee opletten, want als ik mijn achterban bekijk en ik kijk naar de droogverkoophandelsbedrijven, is onze inschatting uit alle contacten die we hebben, niet dat daar echt heel veel omzetderving zal zijn. Er zijn zelfs hele positieve resultaten. Ik heb ook bedrijven gehad die in de periode van de hevige periode, net na de corona, dat het allemaal weer wat meer mogelijk was. In vergelijking tot, die maakten dan een vergelijking met de omzet van het jaar ervoor in een week. Dan draaiden ze dit jaar 160% plus. Hè. Ja. Dus soort dingen hebben we ook. Dus je moet een beetje oppassen. Dat gebeurt ook. Ja. Spelen die net ook allemaal genoemd zijn. Ja. Dat we kijken of we daar toch actie in kunnen krijgen. Maar het zal niet eenvoudiger worden. Het is eerder ook al gezegd. De financiering van de bedrijven zal ook lastiger worden. Men moet daar ook goed rekening mee houden. En laten we de punten die spelen om onze marktoegang, om onze positie in de markt te vergroten en te verbeteren. En laten we dat samen doen. Ja. Gelet op de tijd gaan we het hiermee afronden. Heren tafelgasten, allemaal ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. We zitten hier overigens bij de Tulperij in Voorhouten. Dank voor de gastvrijheid. Dank ook aan Druktemaker voor het mogelijk maken van deze livestream. Dit was de eerste editie van Greenity Talks. Dank u wel voor het kijken en graag tot de volgende keer.